Vandaag mogen we maar in één lijn bewegen in onze survival server. Dat niet alleen, elke 2 minuten worden we van locatie veranderd, waardoor we elkaar een beetje kunnen pesten. En aan het einde moeten we gevecht doen met de blokken die we hebben gevonden. En de verliezer daarvan krijgt een hele nare straf. Gaat het een van ons lukken om diamonds te vinden en daardoor de ander te kunnen verslaan? Je ziet het vandaag. Aha, ik heb het! Echt? De diamonds! Nee! Ze zijn van mij! Wij mogen vandaag dus alleen over deze lijn lopen. En dat is niet het enige. Aan het einde, wanneer de tijd op is, moeten we tegen elkaar vechten. En degene die verliest, die gaat het niet zo leuk hebben. Want we hebben iets geprogrammeerd in Minecraft en dat is niet zo fijn. Dus probeer maar te winnen vandaag. Ik ga mijn best doen. Oh, yes. Ik wil winnen. En wij worden ook nog van locatie geswapt elke 2 minuten. Echt? Jazeker. Wacht, mag je dan ook iets voor de ander het moeilijker maken? Jij mag alles doen wat je wil. Nee, we gaan lief zijn vandaag. Jazeker. Ik heb 1 klein dingetje en dat is om te helpen met de richting te zien. Dat zijn deze particles. Hupsakee. Zo kan je altijd zien welke kant je op moet. Wow. En dan gaat de tijd nu in. We hebben 20 minuten de tijd. Dus gebruik het goed. Dit is echt cool. Vet, hè? Die houdt je gewoon op de goede lijn. Die wijst aan welke kant je op moet. En ik moet blijven op 314. En jij moet blijven op 325. Oh, waarom heb ik water? Krijg ik weer water, hè? Oké, we moeten dus ons gaan voorbereiden op elkaar fighten. Ja. Oké, dan ga ik ze even een goed vaartje maken, denk ik zo. Ga jij eens een goed vaartje maken? Ik ga ook... Wat? Ik ben blij dat we nog niet zijn veranderd van plek. Wat dan? Ja. Wat heb je? Waar ga je heen? Dit is... niet normaal. Oh, ik ga er vandoor. Oh, dit is echt niet normaal. Dit was echt bijna misgegaan. Maar yo, moet je kijken hoe ver we moeten gaan. Ik heb alleen maar water gehad tot nu toe. Water? En we zijn al een minuut bezig. Hallo, kleine vriend. Oh, ik heb een stokje. Oké, top. Ik pak die stokjes mee, want daar kan ik straks wapens van maken. Want we moeten dus tegen elkaar gaan vechten na 20 minuten. En ja, dan wil je dus eigenlijk zoveel mogelijk gear hebben. En ik ben nu eindelijk net bij een boom hier aangekomen. Ik heb hier ook alleen maar water. Zoals ik dan hier omhoog ga. En dan heb ik hier mijn hout. Wee. En dat is hier nog wat hout. Hoe heb je dat water allemaal gedaan? Ah joh, ik ben echt de beste zwemmer van Nederland. Oké. Oh, hier is nog een boompie. Kijk eens even. Oh nee! Oh, wat? Je zit in het water! Zo, oh, misschien kan ik deze nog wel in een gevecht gebruiken. Ja. Oh, dan heb ik wel hout. Dankjewel. Hé, hey, graag gedaan, hè? Jongen, ik ben nu ook pas waar jij bent. Oké, ik ga nu al jouw hout hier weghalen. Dan heb je dat takjes niet. Oh, dat is echt lullig. Al mee, toch? Dat is gewoon tactisch. Oh, ja, nee, het is niet lullig. Het is tactisch. Nou, ja, zeg. We moeten toch strijden? Strijden, zeker. Kijk, hier ben je dan niet geweest. Kijk, hier kan ik straks omhoog. Bij 20 minuten moet alles klaar zijn, dus dan moet je... Ja, dan gaan we tegen elkaar vechten. Ik denk dat ik nu ook gewoon meteen voor een pickaxe ga. Even kijken. Zo. Oh, hoe lang duurt het nog tot 2 minuten? Want anders ga ik nu iets bouwen wat dan voor jou is. Oh jee. Ja, dat is waar. Weet je wat ik ga doen? Ik heb eigenlijk best wel heel erg goed... Oh, ik was net bezig. Ik was net bezig om jou naar beneden te brengen. Oh, maar dat is juist goed, want ik wil diamonds. Oh, ik dacht, jij zou er misschien niet uit kunnen komen omdat je geen pickaxe hebt. Oh, dit is wat ik nodig heb. Dit is perfect. Dit is perfect. Nee, dat is het niet. Jazeker wel. Echt, Gertie. Heb ik nog hout? Ja, nu zit ik weer een ding te maken. Zo blijf ik bezig. Zit ik alleen maar crafting benches voor jou te maken. Oh ja, die moet ik zelf meenemen. Ja, maar ik had die van mij nog niet meegenomen. Oh. Kijk, dus dan doe ik dit zo. Juist. En dan heb ik hier mijn eerste iron. Nu al? Jazeker. Oh, jij gaat echt helemaal kapot. Hoe kom je er nu al aan? Ik heb nog niet... Nah. Dat heet professioneel Minecraft spelen. Oké, ik stapte van de lijn af. Dat mag eigenlijk niet. Minpunten? Moet je iets inleveren? Ja, ik lever hier de iron in. Ik doe zelfs 1 extra iron terug, omdat ik daar niet bij had gekund. Zo, wij gaan door. We proberen het zo eerlijk mogelijk te doen, jongens. Maar soms vergeet je ook dat je op 1 lijn moet blijven. Dat is niet heel gek. Kan gebeuren, toch?
Maar gaat één van ons tweeën vandaag diamonds krijgen? Dat is een beetje de vraag. Dat is wel het allermoeilijkste om te krijgen. Want toen we die super regenboog pickaxe hadden... Ja. Dus toen hebben we maar heel weinig diamonds gevonden. Want we hadden natuurlijk toen uiteindelijk wel veel... Maar dat was alleen maar omdat we die... Ja, die regenboogpickaxe. Dat was echt sick. Ja, daar zat zo'n speciale functie op. Maar anders hadden we echt niet zoveel gehad. Ik heb zoveel iron. Oh, nog meer iron. Niks. Oh, hoe kan ik dit allemaal in mijn... Oh, nee! Verdorie! Let's go! Jij bent zo lucky! Let's go! Oh, ik was echt gewoon weer bij zoveel iron. Oké. Nu moet ik het zo snel mogelijk... Sorry. Een torch of zo? Oké, 2 minuten. Ik maak ook nog wat torches. Laten we voor elkaar wat torches maken. Oh nee, ik hou er trouwens één in mijn handen. Dan hoef ik hem niet aan jou te geven. Ik hoor water, maar ik mag natuurlijk niet van mijn lijn af. Nee, dat is waar. Ik hoop niet dat ik dat diamonds... Ja, ik hoop wel diamonds, maar niet dat ik straks lava tegenkom. Nou ja, lava is vaak wel een teken van... Ik zie een cave aan de zijkant. Ik mag er alleen niet heen lopen. Kan je niet een soort van ingang vinden of zo? Nou ja, ik mag maar één kant op lopen, dus ja. Als die ingang hier zit, dan lukt dat wel. En nu zit ik gewoon hartstikke druk alles naar beneden weg te hakken. Dan kom jij hier straks en dan vind jij ze... Oh, een open ruimte. Interesting. Dat is zoveel verschilt van elkaar. Terwijl onze lijnen best wel dicht bij elkaar waren. Ja, ik zit nu in een soort van open... Ja, nou, ik denk dat je er straks ook wel komt hoor, maar... Of ik kom er weer. Ik denk dat het eerder wordt. Echt, we hebben nog nooit zoiets gedaan. Ik vind het echt super leuk. Ik vind het ook leuk. Ja, ik vind het sowieso leuk dat we in deze tropical survival gewoon lekker even wat van die gekke challenges doen. En dat we dan binnenkort weer... Dat we natuurlijk met de magie survival weer in de toekomst serieuzere roleplay doen. Ja. Oh! Oké. Oh, het is hier donker. Ja, ik was net een torch. Ik was net bezig. Ik wil die diamanten. Diamanten. Ik ben iron aan het smelten. Niet switchen, game. Jawel. Nee, game. Niet naar haar luisteren. Ik maak wel alvast een zwaard, want we hebben nog 11 minuten. Oh, dankjewel voor de tip. Hey, ik kan alles zeggen wat je wilt, maar ik ben wel sportief. Ja, dat is waar. Zo sportief dat ik gewoon even een iron sword ga maken. Nee. Ik ga een pickaxe maken. Zo. Ja, ik wil gewoon snelheid. Ja. Ik wil die diamonds gaan vinden. Dus ik ga inzetten op dat ik nu een iron pickaxe maak. Zo, die heb ik nu. En dan, dan kan ik straks gewoon, als het goed is, allemaal mooie spulletjes vinden. Kijk, hoe ver zit ik nu? Ik zit op 20. Ja, dankzij wie? Ik weet nou ook helemaal niet meer welke tunnel nou het meest van jou is of het meest van mij. Nee, ja. Volgens mij hebben we allebei evenveel gedaan. Zo. Ja, we kunnen ook een keer zo'n challenge doen dat we omwisselen van plek. En dat je dan elkaar moet proberen dood te maken. Dat je dan gewoon ergens helemaal diep in het water gaat zitten. En dan kijken wie als eerste de ander kan verslaan. Oh, dat vind ik ook wel goeie. Oh. Hey, toppie. Oh. Ik ben op 16. Oh, wat? Op hoeveel zit je? Heb je hem dicht gegooid? 33. Je hebt helemaal niks gedaan. Nee, ja, ik was bezig. Ik heb allemaal... Ik ben ook druk bezig geweest. Met wat? Ja, met iron smelten. Want we hebben nog minder dan 10 minuten. Oké. Jij hebt alle iron in de game. Weet je hoeveel iron ik heb? Nou? 2. Oeh, dat is ook maar goed nadenken over wat je daarmee gaat doen. En ik heb zelfs nog een iron pickaxe gemaakt, hè? Wat? Ik heb de hele tijd een stone pickaxe. Dit wordt je wilt niet de challenge verliezen, hè? Je weet, dat gaat niet leuk worden. Oh, dit wordt helemaal niks. Kan je van cobblestone ook een hoedje maken? Nee? Oh. Koppelhoedje. Ja, een stenen hoedje, je weet het niet. Ik durf ook niet langs de zijkanten te checken, want dan zie ik straks diamonds, dan kan ik er niet bij. Oh, dat is waar. Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe lang hebben we nog? We hebben nog 8,5 minuut. Oh, yes, iron. Nog meer? Nog meer iron. Nee, maar dat is voor mij. Lekker. Dat is voor mij. Iron, lekker. Nou, dacht het niet, vriendin. Dacht het niet. Oh, hoe ga ik dit doen? Oh. Oké. Oh, ik hoor... Oh, heb je daar echt naar beneden gehakt? Jongen. Ja, zeker. Voor
verdorie. Maar maakt niet uit. Ik moest toch deze kant op. Want ik wil gewoon wat diamonds halen. Hé, hey, nog meer arm. Hey, dankjewel, schatje. Oh, dit is echt super. Hè? Je bent zo behulpzaam altijd. En ik vind gewoon helemaal niks. Ik heb nog steeds in deze hele match 2 iron gevonden. Snap jij het? Oh, hier is nog meer iron. Nog meer iron. Jeetje. Nee, hou op. Wat vervelend dit zeg. Ik heb oprecht nog niks. Oh, even kijken. Hoe ga ik dit winnen? Jij straks allemaal full iron gear? Zeker weten. Misschien zelfs diamond. Nee, geen diamond. Nou. Ik moet nou even diamond vinden. Ik moet wel oppassen. Ik ben nu al mijn iron aan het smelten. Dat straks niet opeens wisselen. Wisselen. Nee. Kom op, ik wil wisselen. Ja, weet je wat, ik ga het ook uithalen. Want ik vertrouw dit echt voor geen centimeter. Nee, vergeet het gewoon. Ik heb maar 3 iron. Oké, okay, ik ga straks... hij is gewoon heel slow aan het... ik ga straks meteen bij die 2 minuten mijn oven neerzetten. En het iron erin gooien. Ik heb nog steeds geen iron gevonden. Hoe kan dit? Hoe is het nee, ik moet mijn... Even kijken, ik bewaar mijn iron pickaxe en mocht ik diamonds vinden. Ik heb er echt helemaal niks van. Nu kom ik ineens dirt tegen. Oh. Oké, okay, helemaal prima. Dus dan zet ik hier ding, iron erin. Alright. Oh, ik weet echt niet wat ik moet doen om te winnen. Je bent helemaal naar 8 gegaan. Waarom ben je zo laag gegaan? Ja, dat was niet de bedoeling. Ik dacht dus van, oh jee, ik moet zo snel mogelijk naar beneden. Maar ik was natuurlijk al naar beneden, want het was een andere kant. Oh, ik zat gewoon op bedrock. Ja, dat is niet heel handig. Zeker niet Even handig. Kijken, maar we zijn nu weer op 12. Ik weet alleen niet welke kant ik op moet, want ik heb hier ook allemaal iron. Dat wil ik ook niet kwijt. Helemaal de weg kwijt. Oh, waarom is dit zo'n moeilijke challenge? Is dit een goede kant? Ah, nee, verkeerde kant. Verdorie. Waar heb je dat toch? Diamanten! Nee! Ja, maar ik heb geen iron, dus ik kan het niet hakken. Oh, wat jammer. Nee, dit meen je niet. Oh, dat is... Dit mag jij niet... Kom je hier nog? Nee, ik kom daar niet hoor. Ik ben niet van plan daarheen te gaan. Oh, ik kan niet wachten. Hou je ze wel een beetje warm voor me? Ik snap er echt helemaal niks van. Hoe ga ik dit doen? Zo. Er zijn te veel. Kan je even voor me tellen? Want dan kan ik rekening houden met mijn gear. Nee. Ik ga niet... Kijk, ik doe mijn dingetje. Even hier nog wat iron. Ik kan gewoon niks doen. Even kijken, ik heb een mooi hoedje en een mooie chestplate. En dan pak ik hier. Oh jeetje. Pakken we daar nog wat uit. Zal ik schoenen maken of een broek? Ik ga dood. Hoezo? Ik zit onder water. Oh nee. Ik had het helemaal niet door. Maar ik ga eruit. Lukt niet. Uh-oh. Meen je dit? Ja. Oh. Oh, wat? Wat? Oh my god. Ik had een half hartje. Jeetje. Dit meen je niet. Dit jeetje. Oh, ik ben per ongeluk ernaast gaan staan, maar ik zal weer naar de goede lijn gaan. En nou heb ik jouw iron. Ja, verdorie. Dit meen je niet. Hoe kom jij hier? Ik wou weg van de diamanten. Zodat jij dit niet achter kon komen waar het was. Hoe heb jij dit gedaan? Oh, dit is echt heel erg. Waarom blijf ik springen? Mijn character blijft springen. Het is echt als vals spelen gewoon. Wat? Maar hoe ben jij... Hé, ik snap er niets van. Oh, je bent op 17, dus ben je dan omhoog gegaan? Want er waren natuurlijk... Nee. Even kijken hoor, ik ga naar beneden. Aha! Waar heb jij het verborgen? Jonge dame. Ga ik niet hebben. Aha, ik heb het! Echt? De diamonds! Nee! Ze zijn voor mij! Nee! Nou, dat was wel een goede poging hoor. Oh. Eerlijk is eerlijk. Maar ik was echt bijna... Ik had er geen water verwacht. Oef. Wow, ik heb ze allemaal kunnen hakken. 6. Oké, okay, top. Dus dan moet ik even... Nee! Nou, dan ga ik jouw iron pakken. Dan voel ik me niet meer schuldig ook. Oh! Mijn iron! Al die diamanten... Ja, nee. Dat ga je toch dik winnen. Potverdorie. Oh, erg. Oké, ik ga snel nog meer diamonds vinden. Want we hebben nog 2 minuten. Dat wordt 1 swap. Dat betekent op die plek waar jij nu bent, daar is nog geen diamond gevonden. Dus dat zou daar in de buurt kunnen zijn. Er moeten hier toch ergens wel diamonds zijn. Ik hoor hier lava. Oh, dat is nooit een goed teken. Oh, nog meer iron. Hoe kan dat toch? Ah, nee! Waarom is het telkens als ik iron hak?
Oh! Oké, ik ga de oven neer... Waar is mijn oven? Oh nee, die was bij jou, hè? Heb je hem gehakt? Nee. Want okay, ik heb namelijk geen... ik heb geen spullen meer. Dus we hebben nog 1 minuut. Ik ga... Wat ga ik doen? Een broekie. Hoe kan ik me voorbereiden? Ah, oké. Okay. Zet ik net niet. Ik heb geen hout meer. Oh, dit is echt erg. dit is echt de meest erge voorbereiding ooit. Oké, okay, weet je wat? Ik maak dit nog wel eventjes zo. Ik maak wel een schep. Ga ik je billen mappen? Even kijken. Ik kan niet eens een schep maken. Oh. Dit is pijnlijk. Je hebt al 30 seconden en volgens mij... Is zelfs je cam ermee opgehouden, zo spannend is het. Hij doet het nu weer heel even, maar hij kan inderdaad elk moment kan hij uitvallen, want hij heeft het moeilijk. Nou, ik ga denk ik nog 20 seconden even chillen, want is wel goed allemaal. Hebben jullie al mijn mooie nieuwe... Ik heb een dekbed overtrek over mijn stoel heen gedaan. Kijk eens wat een koningsstoel is dit. Mooi toch? Ja, oh. Alright, en de challenge is afgelopen in 5. 4, 3, 2, 1. Let's fight. Tijd om te vechten in 3, 2, 1. Let's go. Oh, nee. Hey, hey, oh, oké. Okay. Surprise. Pak. Nee. Oh, dit gaat veel te snel. Dit wordt een hele korte aflevering zo. Dit wordt... Au. Hey, hoppa, jij. Au. Gedraag je. Oh, ik ga je pakken. Ga ik wou echt dat op ik iets gooien. Met diamond had. Dat kan ik wel gebruiken om te eten. Oh. De vuurtoren. Ah! Tjaka! Ah! Oké, okay, ik ga je pakken. Niet doen. Oh, ik heb maar 1 hartje. Oh. Dames en heren. Nou, het was niet heel gek met deze keer. Maar er is gespeeld. Er is gewonnen. Heeft u gestemd op Wouter? Dan had u gelijk. En dat betekent dat volgende aflevering Maisha iets niet heel erg leuks in de aflevering zal meemaken. Wil jij nou zien wat het is? Check dan de volgende video. Check natuurlijk ook Woutershop.nl voor de nieuwe dekbed overtrek. Hey, woehoe. En voor de sokken, want ik heb ze aan. Kijk. Oh. Woutershop.nl, check ze daar. En wij zien jullie volgende video. Doei. Ciao.